Even kijken, wat wil ik nog verder doen? Ik wil ook nog weer even het basisstokkeltje herhalen. Nu we toch weer na de vakantie dat lang niet hebben gedaan. En het standaard tokkeltje wat we hadden gedaan. Kijk maar even dezelfde akkoorden die we net deden. A mineur naar C, naar G, naar D. En wat we dan gaan doen is we gaan een tokkelpatroontje doen met 6 noten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En wat je dan doet, is je gebruikt steeds je duim voor de laagste noten in het akkoord. En we gaan eerst even beginnen met de wijs, middel en ringvinger op de D, de G en de B-snaar. En dan steeds met je duim op de laagste noot in het akkoord. En dat is ofwel de A of de E. Of bij het laatste akkoord is het op de D. En wat je dan doet is duim, wijs, middel, ring, middel, wijs. En dan zijn 6 noten. A-snaar, D-snaar, G-snaar, B-snaar, G-snaar, D-snaar. Probeer dat even weer uit op de A-mineur. Ook al heb je het al een keer gedaan. Oefening bij kunst. Zoetje ook weer meenemen naar de goede set snaren. We beginnen dus op de A, de D, de G en de B-snaar. En dat geldt dan voor het A-mineur akkoord en voor het C-akkoord. En dan op het G-akkoord blijven deze drie vingers hetzelfde, maar de duim gaat naar de lage E-snaar, want daar is de laagste noot in het G-akkoord. Dan voor het D-akkoord gaan we alle vingers verplaatsen naar de D tot en met de hoge E-snaar. Gewoon de onderste 4 snaren speel je dan. Dus laten we dat even met z'n allen spelen. A-mineur naar C, naar G en naar D. Weer elk akkoord 2 keer. Te snel gaan voor je, maak je geen zorgen. Kijk het gewoon nog even rustig terug. Het blijft gewoon op YouTube te zien voor iedereen. Kijk dus ook even naar de vorige video's die we al gedaan hebben, want we hebben er al een hele hoop gedaan, ook over het onderwerp tokkelen.